ja, hebben we ineens een toestand rond die rare partij, weet je, die Forum. Ja, en Merel, in de hoofdrol ook. Merel van Hart van Nederland, je kent haar wel van Vandaag Inside. Daar zit die Merel ook altijd een beetje zo over politiek te babbelen en zo. Maar goed, ja, kijk, ik denk alleen maar bij mezelf. Als je nou in Den Haag werkt, hè, dan ga je toch niet interviews maken met mensen van Forum. Hoe kom je daar nou bij? Dat is een partij die zien Poetin als een held. Hup en klaar. Elke discussie klaar. Partij niet meer serieus nemen. En hoef je geen nul gewoon. Niet meer interviewen, niet meer leuk dit doen. Maar op de een of andere manier is ook die Merel, die kunnen dus dat diepe verlangen om het toch te doen. En dan gebeurt het. En dan ging zij dus met die Gideon, ging ze leuk even verhaal halen over het, weet je wel, het liquideren van Johan Derksen. Ja. En zij gaat dan van, ja, weet je wel wat liquideren betekent. He, precies. Nou, en hij zei van, ja, ik weet de precieze betekenis. Nou, zeg het maar, wegsturen, zei zij toen. Nou, dat staat in de Vandalen. Nou. En wegsturen is fout. De Vandalen is al sowieso fout, maar wegsturen ook helemaal fout. En dan denk ik bij mezelf, kijk, jij, Merel, ja, jij bent de schuld van dit hele gedoe, van deze rel. Ja, want jij geeft hun de kans, die gasten van het Forum, geef je de kans om weer de aandacht te krijgen. Ja, want ja, als je dat dan toch gaat doen en je kan dat toch niet bedwingen, hè, om leuk te doen met die gasten van Forum, bereid je dan goed voor, alsjeblieft. En zorg er dan voor dat het allemaal klopt. Weet je wel, ik heb alles nagekeken. Er staat, hele woord wegsturen komt nergens voor. Nee, geen enkel woordenboek. Het is opheffen, vermoorden, weet ik veel, van alles nog wat, en elimineren. Maar heel weinig wegsturen. Het is zo'n meisje. En het gaat dan helemaal de mist in. En die geeft dus zo'n gozer de kans om weer verwarring te zaaien. Want daar gaat het om bij dat Forum. Het is de boel ontwrichten, verwarring zaaien. Die zijn niet bezig met politiek, daar zijn ze alleen maar mee bezig. Ja, en dat lukt ze nu weer. Ja, natuurlijk. Ja, want die gasten die zijn alleen maar maatschappelijk aan het spookrijden. Ja, het is. Ja, en dan krijg je dus verwarring. Ja, en mensen in paniek en allemaal dat. Nou, en daar zijn ze de hele dag mee bezig. Dus dat heeft die gozer nu gedaan. Want die is met zijn kameraadje naar die Merel gegaan. En die heeft gezegd, ik kom eens even verhalen halen over jouw zogenaamde wegsturen. Want dat staat natuurlijk helemaal niet in de Vandalen. Nou, en daar zijn we nu dan. Ja, in zo'n rel zitten we nu dan. Dus, mijn boodschap is, Merel, als jij de volgende keer weer leuk dit gaat doen, hé, wat zou je ervan zeggen? Bereid je even lekker voor.